Foxy was erbij in Vaassen, maar voor hem geen basisplaats in het elftal van Huub Stevens. Die wel plek had ingeruimd voor doelman Casio Ramos. Dus geen Isaacson. Verder was het bloedje heet in Vaassen. En dit is de pupil van de wedstrijd. Een PSV'er. En heeft in ieder geval door dat de bal niet in het doel van Ramos moet. Verder achterin bij PSV Kulina, Mazza, Addo en op links Salcido. Een middenveld met Simon Sonneveld. En de aanvallers bestaan uit Vairine, Tsoetsak op links, Lazovic op rechts en Koevermans in de punt. Dit is de voorzet van Lazovic en Sonneveld duikt goed het gat in. Na 10 minuten spelen komt PSV op een 1-0 voorsprong. En Stevens noteert alles. Dan Vaassen. Een eerste klasser heeft zich gehandhaafd dit seizoen. En dit is Hillebrand. Die duikt achter Mazza weg. Casio Ramos niet helemaal lekker. En zo is het 5 minuten na de openingstreffer 1-1. En hij is er blij mee. En Ramos baalt uiteraard. Dus moet PSV vol aan de bak. Goeie voorzet Sonneveld. Koevermans op de lat. En dan in de rebound nog komt de bal bij Vairine. Goeie redding van de keeper. En zo is PSV dicht bij een treffer. Met veel risico genomen en dan moet je een beetje geluk hebben. Danny Koevermans. Salcido en Simons veroveren de bal. De paas van Sonneveld wordt goed binnengehouden door Lazovic. Met een goed aangesneden voorzet. Koevermans net niet. Vairine wel, randstrafschopgebied. Scoort hij de 2-1 voor PSV. Er is dan een half uur gespeeld. En dat is ook de ruststand. In de pauze de warming-up van de PSV'ers. Alcides, Afellay. Zij komen in de ploeg net als Rens van Eijden en Tommy van der Leegte. En er is ook een nieuwe doelman, Jeroen Zoet. Jeugdkeeper deze weken bij de ploeg gevoegd. Omdat Bas Roorda nog herstelt van een hernia. PSV dringt vanaf het begin meteen aan. De lange bal van Sonneveld wordt nog weggekopt. En dan Afellay met zijn eerste actie. En die is meteen goed en levert een strafschop op. Stevige ingreep van de verdediger. En dus gaat de bal op de stip. Goed op snelheid uitgevoerd. En als je dan zo getackeld wordt, is de strafschop de enige straf. Lazovic achter de bal, beheerst. Keeper de andere kant op. Het is 3-1. Een paar minuten later, hoekschop van Tsoetsak. Indraaiend vanaf de rechterkant. Van Eijden kop door. En daar is Koevermans. En dus heeft hij toch zijn doelpunt. Had een beetje pech deze wedstrijd, maar staat wel op de goede plek. Vairine speelde in de tweede helft iets controlerender naast Tommy van der Leegte. En via Tsoetsa komt dan de bal bij Afellay. Goeie actie, vindt Koevermans. Dat schot wordt geblokt. En weggewerkt uiteindelijk door de verdedigers van Vaassen. Maar Sonneveld sluit goed aan. De voorzet, weggekopt. Tsoetsa staat daar. Afellay is daar nog. En gaat dan op zoek naar de combinatie. Vindt hij met Lazovic. En probeert het dan zelf. Prima redding van de keeper. Hij houdt de stand op 4-1 voor PSV. Afellay, zijn eerste wedstrijdminuten dit seizoen, maakte een gedreven indruk. De paas op Koevermans. Die kapt naar binnen. En moet dan een bloktackle aangaan. En dat loopt niet helemaal goed af voor Koevermans. De aanval gaat verder. Van der Leegte wil de bal nog inbrengen, maar let op Koevermans, die grijpt naar zijn hamstring. Na 65 minuten spelen gaat Koevermans van het veld. Geen ernstige blessure, maar je mag geen risico nemen. Dus moet de ploeg van Stevens in de regen met 10 man verder. De paas van Sonneveld op Lazovic en die gunt het doelpunt aan Afellay. 5-1. Ook hij pakt dus een treffer mee in de tweede helft. En heeft er nog zin in. Gezien het tempo waarmee hij de bal uit het doel haalt. Het gaat steeds harder regenen. Het onweer komt dichterbij. Maar Afellay draaft nog één keer aan de rechterkant. Vindt Lazovic, die raakt de paal. En dat is na 75 minuten spelen meteen het laatste wapenfeit in de wedstrijd. Want dan vindt scheidsrechter Mulder het goed geweest. De weersomstandigheden zijn te slecht
om verder te spelen. En met een 5-1 overwinning sluit Huub Stevens deze week prima af.